Goedemorgen, welkom bij deze video over mijn bananenplant. Maar voordat we daar beginnen, heb ik hier mijn Rubellini staan. Die is ook echt mooi aan het worden. Een citroenplant met aardig wat citroentjes eraan. Het is de eerste keer trouwens, na 4 jaar, dat hij eindelijk citroenen geeft, maar ook blijven hangen. Voor kort vielen ze er altijd af. Dat is mijn basjo die daar staat. Geen blad, maar wel een bloem. Maar deze banaantjes zijn niet echt te eten. Ze zitten vol met zaden. Er zit ook een wilde banaan, een Japanse vezelbanaan. En ik verwacht dat diegene daarnaast ook zijn vrucht gaat afwerpen straks. En dan heb ik hier mijn kleine Dwarf Cavendish. Super Dwarf Cavendish. Of soms worden ze ook wel verkocht als Tropicana. Niet mijn favoriete soort. Hij loopt elke winter eigenlijk vast door verstopping. Dat doen ze heel snel als ze geen licht krijgen. Maar goed, we proberen het wel. En wie weet krijgen we hier ook nog banaantjes aan. Maar waar het echt om draait, zijn deze twee. En ik wil eventjes een beetje uitleg geven over deze twee bomen. Het zijn geen bomen, want ze behoren tot de familie van de kruidenplanten. En deze heb ik nu al een tijdje. Terug in 2017 had ik mijn eerste tros bananen. En dat is ook wel best wel een hype geworden in Nederland. Zo is dit nieuws geweest op radiozenders. Nou, ik wil het graag hebben over deze twee unieke planten. Links is nu gaat ze 4 de zomer in en rechts is net 2 jaar. En de bloem is gekomen in de winter. Dus ik heb hem in de winter doorheen moeten loodsen. Maar zoals je ziet hangen ze nog steeds. Wel veel te lang eigenlijk, want normaal zijn ze in een paar maanden toch wel rijp. Nu denk ik dat het anders is gegaan, want in 2017 had ik een volle tros bananen, 90 stuks, die allemaal rijp zijn geworden. En ik heb ze ook allemaal opgegeten en natuurlijk ook een aantal weggegeven voor vrienden en familie. Maar deze tros is nog niet helemaal rijp. En deze hangen nu dus 6 maanden aan de boom. En ik heb 2 ideeën waarom dat niet zo is. En dat vergelijk ik ook even bij mijn vorige tros. Die kwam in augustus. Ging die bloeien. Dus die heeft nog 2 maanden kunnen genieten van redelijk warm weer buiten. Alleen deze boom is gaan bloeien binnen toen de winter begon. Nu heb ik ook aan deze tros de bloem eraan laten hangen. Die heb ik laatst wel afgesneden. En dus mijn redenering erachter is, de bloem heeft ervoor gezorgd dat de energie te weinig naar de bananen ging, waardoor ze minder rijp werden. En een ander idee is dat ze misschien geen UV hebben gehad. Mijn gedachte was altijd, als ze eenmaal hangen, dan hebben ze alleen maar warmte nodig. Maar het kan heel goed zijn dat ze ook UV nodig hebben om af te rijpen. Maar goed, er zijn er wel een aantal. Deze bijvoorbeeld, dat is een goede dikke. En hierachter hangt ook een kam die redelijk rijp aan het worden is. Maar zoals je ziet, de voorkant blijft een beetje achter. Maar ik hoop, nu die ook weer buiten staat, het is trouwens de eerste dag dat ik hem echt volledig in de zon heb, dat ze toch nog af kunnen rijpen.
Er is wel een verhaal met deze plant. Twee jaar geleden, in de winter, is hij verstopt geraakt. En toen was hij al ongeveer deze lengte. Maar die was zo erg verstopt dat ik hem echt flink heb moeten insnijden. Maar heb het middelste blad eraan gehouden. En uiteindelijk is dat dus goed gekomen. Hij is doorgegroeid. Nu heb ik ook die winter, twee jaar geleden, ben ik met kunstverlichting gaan werken. In mijn vorige woning had ik dus de moeder van deze bananenboom, die nu bananen heeft. En die heb ik het zonder kunstverlichting kunnen redden, tot een mooie tros. Alleen toen ben ik verhuisd en toen was de kamer wat donkerder en toen liep die vast. Dus toen heb ik een lamp moeten kopen. En dat is deze. Het is een HPS lamp van 250 watt. Het is een lamp wat meerdere kleuren geeft. Voornamelijk gaat het erom dat die rood, dus lage Kelvin heeft. En hoge Kelvin, blauw licht. Deze twee heeft de blad nodig om te kunnen groeien en te overleven. En als je ook kijkt naar de wortel beneden, dan zie je allemaal worteltjes eruit gekomen zijn. Vergeleken met deze die nog mooi in de grond zit. Maar dat is dus gekomen sinds ik hem heb doorgesneden. Toen is hij wat omhoog gekropen. Toen heb ik zelf een omheining hier omheen gehad. Volgegooid met aarde. Er zijn dus worteltjes uitgekomen en de omheining weer weggehaald. En je hebt dit effect. Apart, uniek. Beetje proberen. Dat doen we al de hele tijd. Maar dat werkt wel. Ik weet niet wat voor meerwaarde het verder heeft, maar het is wel grappig. Maar nu is het leuke. Die ernaast, die gaat nu ook bananen geven. En dat is wel een verrassing. Want die rechtse is maar 2 jaar. En die linker is dus nu, gaat ze 4e jaar in. Maar die heeft bananen gegeven na 3,5 jaar. En die rechter, ja, dat was nog maar een klein pupje. 2 jaar geleden in de lente van 2019. En dat zie je nu ook op de foto. Maar door de verlichting die ik heb opgehangen, is dat dus iets sneller gegaan. En zat ik laatst te kijken van, waarom is dat blad kleiner geworden? Want het is het laatste blad wat uit is. Dat is een stuk kleiner dan ja, het blad wat hier hangt. En dat is vaak een teken dat er een flagleaf aankomt. En dit noemen ze dan de pre-flagleaf. Maar kijk. Deze gaat een bloem geven. Nou, ik ben benieuwd hoeveel bananen daar aan gaan komen. Hier zie ik, heb ik er 57 geteld. De vorige was 90. Dus ik ben benieuwd wat hier allemaal uitkomt. Dus ik heb straks 2 trossen. Ook hier kan je zien dat ik hier een beetje heb zitten snijden. Het einde van deze winter, in februari was dat volgens mij 2021, zag ik ook een beetje een kleine verstopping. Nu is het zo, zelfs met de kunstverlichting trouwens, maar mijn redenering hierachter is dat ja, hoe ouder en hoe volwassen de planten worden, hoe meer licht ze nodig hebben. En deze Cavendish staan normaal natuurlijk in de tropengebieden, waar het het hele jaar door warm is. Maar ja, wie in Nederland heeft dat klimaat niet. Dus ja, dus hij heeft veel licht nodig. En daardoor raakte hij een beetje verstopt. Toen heb ik
een lichte snijwerk uitgevoerd. Om ruimte te creëren zodat die stengels eruit kunnen komen. Want dat is juist hetgene met de verstopping. Als het er niet helemaal meer uitkomt. En het voorbeeld kan je zien hier redelijk, maar hier zie je hem. Je ziet hem vrij erin zitten nog. En als hij nog minder licht heeft, komen ze helemaal niet eruit en dan gaan ze in de stam zitten. Nou ja, als je genoeg blad in de stam hebt zitten, dan knijpt hij dat in het midden dicht. En dan kan hij niet meer zijn nieuwe bladgifte geven. Dus zijn we sowieso ook echt gaan experimenteren dus met deze. Waar ik hem dus echt voor de helft heb moeten doorsnijden. Om ruimte weer te krijgen, zodat hij weer eruit kan komen. De bananenplant geeft namelijk vanaf het midden uit elke keer een nieuwe stengel. En dat vormt ook hier de pseudostam. En als hij zwaar en als hij een aantal bladen heeft gegeven, dan komt dus de bloem, wat je hier dus nu ziet. Nou, ik heb ongeveer, ik denk dat de stam tot hier ging. Dus ik heb 10 centimeter eronder ben ik in laagjes gaan afsnijden. En daarbij heb ik uiteindelijk een aantal blad eraan gelaten. Ook puur om licht te kunnen absorberen en door te kunnen groeien. Dus het was een licht snijwerk. Maar het is gelukt. Hij is goed hersteld. Maar ja, tot mijn verrassing in één keer een bloem. Die had ik niet verwacht. Want links is 3,5 jaar. Of 3 jaar is hij gaan bloeien. Die vorige was echt 3,5 jaar. Die eerste. Van 2017. En deze dus nu al 2 jaar. Nou, wel interessant dat je dus met een beetje meer kunstlicht in de winter zo'n boom tot bloei kan brengen in een korte tijd. Qua stroom valt het ook wel mee hoor. Ik heb een 250 watt en ik heb uitgerekend dat voor de hele winter, en dan heb ik misschien 2 maanden dat die 10 uur brandt en voor de rest gaat het brandenuren omlaag omdat natuurlijk het daglicht weer meer komt, dus langer licht blijft. Dan had ik het uitgerekend dat je rond de 100 euro extra per jaar kwijt bent aan energie. Nou ja, voor een hobby is dat natuurlijk peanuts. Als je kijkt wat voor vermogen andere mensen in hun hobby steken. Maar goed, mijn derde tros komt er dus aan. En is op zich wel mooi, want dan, als ze straks uitgebloed zijn, alle twee, dan kan ik de stammen weghalen. En dan hebben we hier weer nieuwe pups. Die komen. Een aantal ga ik in de verkoop zetten. Het is een goede familie. Sterke familie, goede kweek. En dat heb ik ook al nu bewezen met 3 trossen bananen straks. Dus het wordt genieten deze zomer. En dan hebben we 2 trossen hangen. Plus nog deze. Deze gaat denk ik ook nog wel bloeien. En dat zou helemaal mooi zijn als deze super dwarf ook nog gaat bloeien. Dan hebben we 5 trossen bananen in 1 seizoen. Nou, en dat in Nederland, dat is wel uniek. Nou, bedankt voor het kijken. Misschien dat ik nog een keer een update geef als er weer iets unieks aan de hand is of dat ik het een uitleg geef. Want snijwerk komt veel naar voren, zag ik op de forums. En mensen die vinden het allemaal eng om met een mes erin te gaan, maar het valt allemaal best wel mee. Het is gewoon net onkruid. Het is ook een kruidenplant. Met genoeg warmte en genoeg licht herstellen ze vrij snel weer. Maar het is even het begin wat eng is. Bedankt voor het kijken. Ik ga straks in de hangmat. En op een mooie zomer.